Ik ben heel blij dat we nu eindelijk gestart zijn. Sinds de 70e jaren wordt al over dit project gepraat. Ook de besluitvormingsperiode nam zo'n 10 jaar in beslag. Dus ik denk dat heel veel mensen nu zeggen, nou eindelijk toch duidelijkheid en we gaan nu beginnen. Hij is echt super belangrijk, want het geeft natuurlijk een enorme impuls aan de bereikbaarheid van de Achterhoek. En ja, weet je, er zitten natuurlijk veel bedrijven in de Achterhoek en we willen natuurlijk nog graag veel meer bedrijvigheid. En met een goede bereikbaarheid stimuleert dat enorm om zeg maar, de economische vitaliteit van de Achterhoek veel sterker te krijgen. Ja, het is echt geweldig dat er nu eindelijk na 40 jaar begonnen wordt met de nieuwe Twente-route. Ja. Hoeveel hinder gaat het verkeer ondervinden van deze werkzaamheden? Nou, dat is het mooie van de aanpak. Doordat we die parallelwegen nu eigenlijk in het vrije veld kunnen bouwen, veroorzaakt dat minimale hinder. Uiteraard zullen er vrachtwagenbewegingen en voertuigbewegingen merkbaar zijn in de directe omgeving. Maar als die parallelweg klaar is, dan pas gaan we eigenlijk met de nieuwe N18 beginnen. En hebben mensen wel wat omreistijd, maar voor de rest worden ze niet gehinderd door onze bouwactiviteiten op de nieuwe N18. Ja, hoe groot is dit project voor Rijkswaterstaat? Het is best een groot project. 336 miljoen euro is een heel bedrag. 27 kilometer weg is ook een omvangrijk getal. Alleen al het aantal gronddossiers is 300. Het aantal opstallen wat weg moet is ook al zo'n 50. Dus we hebben het over echt grote aantallen. Wat ook belangrijk is, en daar moeten we ook ons voor blijven inzetten, dat ook de tweede fase van Groene naar Varsseveld, dat die ook op termijn aangepakt gaat worden. Zodat we uiteindelijk vanaf Enschede, vanaf de N5 of A35 tot aan de A18, A12 een echte goede doorstroom hebben. Ja, nou moet die eind 2018 klaar zijn, maar grote projecten ja, hebben eigenlijk altijd wel wat tegenslagen. Hoe hebben jullie dat ingecalculeerd? Wij hebben een robuuste planning opgesteld. Het is zo dat wij met buffers werken. Maar we hebben ook allerlei parallele bouwstromen, zodat als we ergens vertragen, we het ergens anders weer kunnen opvangen. En door straks eigenlijk die bouwweg neer te hebben, hebben we vrij spel om zelf aan de slag te kunnen. En hebben we geen last van omgevingsinvloeden. Wat vaak bij andere projecten tot vertraging kan leiden.